Het is zondag vandaag. Hè, paard? Oh, die vindt er ook nog iets van. Ja, hallo schattige. En vandaag gaan wij een FNRS-proefje rijden. ZP, zonder prijs. Ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. Verschillende wedstrijden te rijden. Maar aangezien ik een eigen paard heb en zelf nog in de F5 zit, heb ik zoiets van, ja, ik wil heel graag meedoen. Ik wil graag het protocol. Ik wil weten wat ze ervan vinden. Hoe we het doen. Maar ik vind het niet helemaal eerlijk naar andere ruiters toe. En dat wil helemaal niet zeggen dat ik eerst toer. Zeker niet. Ook niet dat ik tweede, derde, vierde, vijfde word. Helemaal niet. Maar ik wil daar gewoon, ja, ik vind dat gewoon niet zo prettig. Ik vind sowieso heel die prijsuitreiking is niet helemaal mijn ding. Dus ik vind het altijd fijn als het niet hoeft. Dus wij gaan zo meteen de F5 rijden samen, Pies. Dus we gaan eerst even vlechten. De rest staat even buiten. En dan, ja, ik vind jou ook heel lief. Ja, lekker knotje. Lekker. En dan gaan jullie, Rick gaat filmen, dus dan kunnen jullie ook nog zien hoe ik de F5 doe. Want anders was de bus. Ja, moet je ervan zuchten? We kunnen het heus wel hoor. Echt, het komt allemaal goed. Tess is vandaag een dagje naar de Efteling met een verjaardagsfeestje. Dus ik moet het zonder haar doen, wat op zich best wel gek is. Zelfs vlechten doe ik altijd saampies. Nu dus alleen. Wow. Nou ja, het komt wel erg goed. Erna gaat lezen, daar ben ik heel blij mee. Dus nou, tot later. We gaan de proef doen met Verona F5. Jury is M Legemaat. En ik vind het leuk om de FNRS ook te rijden, omdat daar alleen op de ruiter gelet wordt en niet zozeer op het paard. Hier zie je dat Verona de watersproeier die daarboven hangt echt niet cool vindt. En dus schrikt. Dus ik maak een volte zodat ze daarna nog een keertje eraan kan wennen. Ik moet wel zeggen, de hele proef heb ik last gehad van die sproeier. Maar ik ben niet de enige, dus iedereen zal last gehad hebben van die sproeier. Want niemand zal het echt heel leuk vinden. Na deze volte gaan we beginnen met de AX binnenkomen in arbeidsdraf. Hier krijg ik een 6 voor, die is slingerend. Ik zal even meekijken hoe ik zo meteen over de AC-lijn kom. En niet helemaal recht ga. Kijken. Ja, je ziet het wel. Het is niet helemaal zoals het zou moeten. Tussen X en G halthouden groeten krijg ik een 5 voor, is naast de AC-lijn. Dat zou kunnen, dat kan ik vanuit hier niet beoordelen. C voorwaarts in de arbeidsdraf op de rechterhand. Hier krijg ik dan een 7 voor, mezelf niet helemaal netjes. MXF een gebroken lijn. Hier krijg ik een 5 voor, deze zou te klein zijn. Even meekijken. Ik heb het idee dat hij wel naar X toe gaat, maar ik ben geen jury, dus zij zal het vast beter zien. KXM van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden, hals strekken. Krijg ik een 6 voor, teugels moeten langer. Dat heb ik geleerd en ook in de video van de KNS gezien, waar je de FNRS-proeven ook na kan kijken op video, dat je in contact moet blijven met het bit, dus met de mond van het paard. Dus als ik langere teugels doe, dan wordt dat een beetje lastig, maar goed. Tussen M en C teugels op maat krijg ik een 6 voor E en B halve grote volte doorzitten. Voor B arbeidsklop links aanspringen. Hier krijg ik een 7 voor. Nou, ik vind dit vrij rommelig. CXC grote volte, daar krijg ik een 8 voor, die is keurig. Kijken hoe ze loopt. Ja, ik snij netjes de hoek af, kom op de hoefslag. Hier weer bij de X. Hier moet ik ook weer op de hoefslag komen. Keurig, prima. Tussen K en H arbeidsdraf. Hier krijg ik een 5 voor, niet vloeiend. En dat is op zich ook wel een soort logisch, want daar is die watersproeier weer. Die vindt Verona gewoon niet tof. Even kijken. Ja, oké. FXH van hand veranderen. Daarbij enkele passen de draf verruimen. 6 moet meer verschil. Beter langs F en H rijden. Oké. CA, een slangenvolte met 3 bogen. Kijk, een 7 voor. Alleen moet ik haar meer voorwaarts houden. Dus we gaan even kijken wat ik hier dan precies... Ja, hier zak ze wel in. Dat is ook wel zo. En volgende boog. Dus loopt wel redelijk keurig. En hier komt ze met het hoofd ook weer iets te ver omhoog. Maar goed, ach, dat moeten we nog leren. E, B, half grote volte doorzitten. Voor B, arbeidsgelop rechts aanspringen. Hier krijg ik een 7 voor. Blijkbaar kan ik goed halve vol tussen dan het galop en doorzetten. Redelijk goed. 7. Ik vind hem erg onrustig. Maar goed. Extra grote volte. Hier krijg ik een 5 voor. Deze is te klein. Je zit natuurlijk weer met die stomme watergroeien. Even kijken. Nou, daar kom ik op de hoefslag. Hier lijkt het ook de X wel gewoon te raken. Ja, oké. Ik zou iets meer op de hoefslag kunnen. Te klein. Tussen H en C arbeid ze eraf. Daar krijg ik dan een 6 voor. Staat niks achter. Dat is jammer. Ik ben wel benieuwd waarom ik een 6 krijg. Draf. Nou, wel aardig. ME van hand veranderen. Oh, ik rij naar F. Staat erachter. MF. Dus hier krijg ik een 4 voor. En terecht, want ik doe gewoon niet wat er van me gevraagd wordt. En dan krijgen we AX halve grote volte links, gevolgd door halve grote volte rechts. Ik krijg een 5 voor de eerste, die is te klein en niet rond. En ik krijg een 5 voor de tweede, want die is te groot en niet rond. Ik ben geen jury, het zal. ME van hand veranderen. Ik krijg een 6 voor. Beter naar E rijden. Dus ik ga hier M. Gaan we daar naar E. En dan EF van hand veranderen. En dan krijg ik ook 6 voor hem voorwaarts houden. Nou, het klopt wel die eerste. Want toen wilde ik eigenlijk ook niet naar E, maar naar F. Dus dat ging mis. Of naar, wat zit daar? K, sorry. KXM van hand veranderen. Daarbij enkele passen eraf verruimen. Hier krijg ik dan een 7 voor. Oké. En dan krijgen we HXK gebroken lijn. Een 4. Veel te klein. Nou, we gaan nu naar een veel te kleine gebroken lijn kijken. Oké. A afwenden. Ik krijg een 5 voor, dus te laat. Ja, dat zie ik. Dat is te laat. En dan tussen D en X arbeidsstap 5 naast de AC-lijn. En dat kan ik vanaf hier helaas niet beoordelen. En tussen X en G halthouder groeten krijg ik wel een 7 voor. Staat bij jammer, probeer alles netter af te werken en beter op de letters te rijden. Ja. Voorwaarts in vrijstap rijbaan verlaten 6. Houding een 6. Zit een 6. Beenligging een 6. Handhouding een 6. De juistheid van de beenhulpen een 6. De juistheid der teugelhulpen een 6. De juistheid van het tempo een 5. In draf meer voorwaarts. Algemeen indruk een 6, verzorging ruiter 7, verzorging van het paard pony een 7, totaal 207 punten. Wat ik zo fijn vind aan de proefjes van de FNRS is dat er dus inderdaad alleen wordt gekeken naar de ruiter, niet naar het paard. Oh, Rikje doet een duimpje omhoog, dat is toch wel weer lief, hè? Dus ja, hier leren we weer van en kunnen we weer op gaan oefenen. Dus we gaan nu weer verder met de vlog. Het ging heel goed. Nou ja, goed. De sproeier lekte bij A. Dat vond ze geen goed idee. En ik moet zeggen dat ik KNS B makkelijker vind dan FNRS 5. Want ja, het komt heel snel op elkaar. Je hebt weinig tijd om dingen te controleren of even netjes af te werken. Nou ja, die tijd is er wel, maar zo kundig ben ik gewoon nog niet. Dus heel blij dat Erna nog voor wilde lezen, dus daar ben ik heel gelukkig van. En ja, al met al weer veel geleerd en ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dus jippie! Zo, protocol is binnen. Bij de proef heb ik hem voorgelezen, dus jullie weten al hoeveel punten ik heb, 207. Ik vond de proef... ik vind het nog niet meevallen, maar dat zei ik net ook al. Ik vond het wel heel erg leuk. En alles wat er staat, ben ik het ook helemaal mee eens. Dus dat is heel logisch. Wat ik wel vooral ook een soort goed vind, is dat... je wordt natuurlijk als ruiter alleen beoordeeld in de FNRS en niet met, als combinatie, zoals in de KNS. En zo zie je dus dat ik bij de KNS B gewoon 189,5, 190 rijd. En in de FNRS, daar moet je 210 punten halen om een voldoende te hebben voor alles. En daar haal ik dus 207. Dat betekent dus dat ik nog aardig wat bij te schaven heb. Dat ik toch nog meelift op Verona. Dat is heel prima en dat is ook leuk. Maar dat is wel iets waar ik me dus bewust van moet blijven. En ja, zo'n FNRS-proef helpt je toch gewoon weer even na te denken. Ja jongens, het kan scherper, het kan beter, het kan netter. Ja, het is gewoon een andere manier van jureren en ook een andere manier van je proefrijden. Dus ik ben er blij mee. Ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Mocht je dit een leuke video vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog. Ik zal ook nog even daar denk ik, linken ons webshop. Kan je even inkijken als je het leuk vindt. En dan zie ik je heel graag volgende week weer voor een nieuwe video. Doeg!